Dames en heren, we hadden een tijdje terug met jullie afgesproken dat we die Kevlar outfit zouden maken, ook voor de motorrijders. Bij deze heb ik mijn maatje uitgenodigd, Edgar, om even proeven te spelen. En we hebben de eerste twee samples binnen. Kijk eens, Edgar heeft hem aan. Edgar, bro, rit je hem eens even open. Laat eens even zien. Kijk, wat we hebben gedaan, mensen. We hebben het volledig van Kevlar gemaakt, zoals je ziet. De binnenzijde en we hebben categorie 2 protectie erin zitten. Yes sir. Dus juist keihard bij een impact. Inderdaad. We hebben het op de rug zitten. Ja. En we hebben het ook hier op de heupen zitten. Vervolgens hebben we hier ook nog mooie zakken. Edgar, kun je heel even die rits opengooien als je wil? Toppie man. Top, top, top. Mensen, is dit stijl of is dit stijl? Dit is natuurlijk het allereerste pak. We gaan de lengte van de broek nog ietsjes langer maken. Zodat het geen hoog water wordt op de motor. Nou, je ziet hier ook weer zakken zitten in die hoodie. Ja, connect hier. Je weet wel wat het moet, hè? Juist, jouw logo op de rug. Laat eens even zien, je logo, Edgar. Juist, er komen nog documentenvakken erin. En dit is er, mensen. Dit is er één van voor de heren. Goeiedag. En we gaan hem ook in het zwart maken. Die gaan we een ander keertje laten zien aan je. Bro, hoe zit het voor de rest? Het zit heerlijk. Het zit als een trainerspak. Het is lekker, zoals een trainerspak hoort te zijn, lekker op het lichaam. Juist. Ik denk dat we op de goede weg zijn. Wordt het wat? Zijn. Ja, wordt het wat, denk je? Absoluut, top, absoluut. Top. We gaan nog een paar dingen eraan toevoegen. We gaan de documentenvakken in maken. Binnenzakken met ritsen. En ik denk dat we een heel mooi product hebben. Je ziet het. Mensen, voor al die mensen die comfortabel en veilig op de motor willen, dit is hem. En je ziet het, je kan er ook mee gaan trainen. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. En jij bedankt, bro. Geen probleem.